Waar ga jij morgen in de dagelijkse praktijk weer mee aan de slag? Hoe ga jij je voorbereiden op de decembermaand? En allemaal onderwerpen die we tegen gaan komen. We hebben een heel bizar, bijzonder, maar ook bijzonder leuk programma voor jullie in elkaar gestoken. En wij hopen dat jullie er net zoveel plezier aan gaan krijgen als wij. Zal helaas niet gaan. Een halfje glutenvrij. Glutenvrij. 25 bruine broden à la minuut. Dat wordt een beetje moeilijk. Die liggen in schap. Die kunt u zelf pakken. Innovatief en speciaal. Innovatief en massaal. Openingstijden ruim genoeg. Openingstijden nog een uurtje langer. Bekende klanten. Meestal anoniem. Luisteren. Aanhoren. Rustig. Snel en haastig. Voelen. Denken. Zal ik even voor u achterkijken? Als het er niet meer ligt, dan is het op. Mevrouw Jansen wordt oma. Mevrouw Jansen? Herkennen jullie deze twee wereldbeelden? Leven jullie in deze wereld of leven jullie in die wereld? Die? Deze? Wat gek. Die klant kan je niet forceren om maar in één wereld te zijn. Die klant is een en-en klant geworden. Die klant die leeft in beide werelden. De stress en de hectiek en de anonimiteit van de supermarkt, one-stop shopping, is er ook naast de wereld van kwaliteit en aandacht in elkaar kennen. En als je die werelden niet heel erg duidelijk uit elkaar houdt en weet wat die klanten in die verschillende werelden eigenlijk precies van jou vragen, dan zal die klant jou niet meer herkennen als zijn of haar beste verkoopvriendje. Want de verleiding begint met heel goed te weten wat die ander van jou verwacht. En daarom stel ik jullie graag voor aan een aantal van jullie klanten. Bijverkoop leuk. Bijverkoop? Het leukste. Dat bijverkoop. Ja, dat is ook. Of Sophie wil misschien liever croissantjes, of niet Sophie? Doe ik voor jou, schat. Nou, 50 maar gelijk zijn ook in aanbieding. Kijk, doe ik erbij. Hartstikke goed. Nou, mueslibollen. Die had u de vorige keer ook. Of doe ik erbij voor u natuurlijk. Geen probleem. Twee zakken maar gelijk. He, dan heeft u voor volgende week ook nog wat. En voor uw vrouw nog een vruchtenfluitje neem ik aan. Dat heeft hij ook iedere week, hè? Deze reden best. Zal ik het even voor u pakken? Wat is dit te bedoelen? Nee. Dat is leuk. Dus dit is niet bepaald investeren in de relatie. Knuffel, we gaan namelijk wat jullie
het straks al voorspelde. Nog even terug naar de praktijk van deze winkel. Goedemorgen, meneer. Snel een beetje. Moet je luisteren. Een paar nieuwe vlaggen lijkt mij heel goed. Het pand moet even gedaan worden. Zijn ze klaar? Hey man! Hoe is het? Oh, wat leuk dat je meldt. Ik had net een meneer in de winkel. Hij was druk aan het bellen. Ik dacht, van ik jou wel even tussendoor nemen. Leuk! Ja, hartstikke leuk. Heerlijke koekjes ook. Oh, de meneer is klaar. Dag man. Goedemorgen, meneer. Wat mag het voor u zijn? Wat gaat er nou mis? En in plaats van je irriteren aan zijn belgedrag, zou je ook kunnen denken, hé, hoe kan ik daar mijn voordeel uit halen? Zouden jullie willen eens iets uit laten proberen waarvan je denkt, nou dat doe ik nou altijd en het werkt als een kanon? Oké, okay, ik heb net opgehaald. Ja? Ja, koekjes op, ik bel niet meer. Oké, okay, Fred. Wij bellen nog. Oké. Hoi. Zo. Goedemorgen, meneer. Wat mag het voor u zijn? Goedemorgen. Ik wou graag 6 warme sausijzen. 6 warme sausijzen. Dat kan. Ja. Natuurlijk, meneer. Want u heeft het ontzettend druk, heb ik gehoord. Ja. Binnenkort een groot feest. Wat zegt u? Binnenkort een groot feest. Ja, 25 jaar. 25 jaar. Ja. Zeg, ik ga er één even voor u pakken. Een halfje wit was het, geloof ik, hè? Even kijken. En krentenbolletjes. Kleinkinderen neemt u mee? En bruine bollen had ik ook voor u. Kijk eens, alsjeblieft. Zo. Ja, hoe is het met uw kinderen, hè? Kom bij u, hoor. Ik ben even met deze vrouw bezig. Hoeveel krijgt u? Wat zegt u? Ik heb hier... Kijk eens, ik heb hier die half wit, ik heb hier de krentenbollen en ik heb hier voor u de bruine. Ik kom bij u. Ik ben heel even... Lukt het? Kom maar, ik kijk zo wel eventjes. Ja, nou, dan ronden we het maar gewoon af. Hè? Kijk eens wat er mis is. Wat gaat er nou mis? Daar is de koningin van de Achterweg. Goedemorgen. Morgen, banker. Ah. Bakker, mijn zoon komt uit Amerika. Meent u niet? Ja. Bakker, ja. Ik word 80 binnen 2 weken. Hoe staat te jokken? Nee, ik sta niet te jokken. Ik sta niet te jokken. 60! Wat ontzettend goed. Wat heerlijk dat uw zoon komt. Lieve schat, wat mag het weten?